You ain't the one you let go, darling. You know.
I'm gonna make it.
keep rolling. No way with no show. I must die with me. This is no good. Three billion pounds, one cheap. Contract kills where you gone for a few. Got the ground, rest in peace. He is found in the streets, they been wild with the heat. S7 sports truck, I ain't doors up. No strike, point up. Home drop before enough. They ain't stepping more than us. Slip through their pockets, tore it up. Mother sniper like KD, gon' pass on the score club. Thank you.
laatste wedstrijd van de kortsporen fase van de Bathurst B-Max League. Vandaag neemt Timo Limburg-Jaren het op tegen Den Helder Suns. En Den Helder is gelegen vlak bij de Waddeneilanden boven AZ Alkmaar. Heel afstand vanuit Hasselt. Welkom aan het team van Den Helder Suns hier in onze Halverberg. De Berkenaans, jullie met z'n zijn klappers. Het duurt mee in de wedstrijd vanavond. Jullie als zesde man in de spelen met 6 tegen 5 in Alverberg. En ook ontvangen wij vandaag als club in de kijker BT Hasselt. Welkom BT Hasselt in de Alverberg. Ons goed doel in de kijker is vandaag mantelzorgorganisatie Samana. Een vereniging van en voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood. Welkom aan Samana. En dames en heren, de dagsponsor vanavond is Janaco. Ze zijn hier vanavond ook met het bedrijf aanwezig en doen straks ook de palmenvorm net voor de wedstrijd. Die begint over een twaalftal minuten. Onze dagsponsor vanavond in deze wedstrijd, Janaco. Onze Dalbo. Met een speciale t-shirt aan vandaag. Met de handtekeningen van onze spelers. En ik geef er nu even mee dat na de wedstrijd alle kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een tekenwedstrijd. En teken het huis van de toekomst bij. En je tekenpapier afhalen bij de cheerleaders en leggen ze in bij de volgende thuiswedstrijd van Hugo Limburg United. En die volgende thuiswedstrijd even meegeven, die vind je de komende dagen op onze website. Dat weten we pas volgende week na de uitwedstrijd tegen Joost in Nederland. De competitie eruit ziet. Daar vind je de wedstrijd schema's en de wedstrijd van Hugo Limburg United op onze website. Waarschijnlijk eind volgende week. Dat we meer weten over wanneer die wedstrijden plaatsvinden. De cross-border competitie, de competitie tussen België en Nederland, is voor het eerst in de geschiedenis van het Belgisch basketbal dit jaar. Met de Golden League en de Silver League. De United speelt dit jaar in de Silver League. Dit is de laatste thuiswedstrijd in die cross-border competitie, de Silver League. Volgende week terug tegenstanders, of volgende keer terug de tegenstanders uit België, uit de Belgische competitie in de reeks. De BMW met het nummerplaat 1WPM 029. De BMW met het nummerplaat 1WPM 029. Gelieven even zijn raam van de wagen gaan dichtdraaien, want dat staat nog voor je open. Dus de BMW met het nummerplaat 1WPM 029. Gelieven even het raam te gaan dichtdraaien. Dank u wel. Thank you.
dames en heren. We zijn er klaar voor. Proefopstelling voor de wedstrijd van vanavond hier in de Overberg. Onze 8e wedstrijd van de cross-border fase van de BetFirst E-Next League. En vandaag neemt Superlimburgenaren op tegen Den Helder Suns. En we beginnen met de proefopstelling van het team van Den Helder. Met nummer 3, Thomas van Dijk. Met nummer 4, kapitein Nino Gorissen. Met nummer 7, Sam van Oostrum. Met nummer 9, Stan van der Elzen. Met nummer 10, Jannik Brussen. Met nummer 11, Troy Koeler. Met nummer 15, Sven Lemke. En met nummer 16, David Idala. De coaches van de Helder is assistentcoach Al van Dijk en coach Pieter van Oort. Hartelijk welkom in de Overberg, de Helder Suns. En dan, dames en heren, onze vroegopstelling voor vanavond. Samen met de Brilleurs, de United Family en onze Coca-Cola Cheergirls. En onze supporters met de Lucky Boxers, welkom. Onze mascotte Lubas, powered by the Dalabus. Here is Lubas. Voor een het is vanavond. En dan met nummer 2, Ferre van der Hooyen, powered by Isola. En nummer 6, Jarne Lusvis, powered by Isola. Nummer 11, Leander de Droog. Powered by KS Insurance. Yannick Desido. Powered by Hugo. And then, ladies and gentlemen, with number 14, our captain, Cliff Hammonds. Powered by SSL Rents. And number 16, Wout Nemans.
dames en heren, de wedstrijdleiding is vandaag in handen van onze scheidsrechters, de heer Tom de Hond, Laura Beck en Thomas de Vlieger. Commissaris van de wedstrijd is vandaag Frank van den Bos. Welkom in Overijssel. Straks tussen de quarters 1 en 2 en tussen quarters 3. Onze dagsponsor, Algemene Ballen Renovaties. www.renovaties.nl, daar vind je er alles over. Gespeeld hebben door het verloop van de Silver League natuurlijk. Hè. Uiteraard, ja. Ondertussen zijn we van aan de wedstrijd. Dit is een blubbing, hij is een helder. Dat de helder niet slecht is met de Joerse. Even een bepaalde periode kunnen rekenen op
Benson door blessure leed. Jonathan Taboe zat hem opvangen. Russen, tweede, zeer aparte manier van de Russen. Daar wil ik zeggen, we hebben er een paar shotters en shooters voor gedaan. Speciaal shot hebben, maar toch afwerken. Dan bij deze, dus de mensen doen het goed aan. Back met de bal, de fadeaway shot. Alright, number 9, Jonas Dreyer. Momentje.
ene scheid zegt. Sorry mensen, met hetzelfde eventjes niet. Fout van Kovac. Ja, fout van Kovac. Defensive foul, sorry, zo had ik ook niet gegeven. De wedstrijd gaat er tussendoor, maar ik ben het wel met u eens dat het ja, even de chaotisch niet was. Het was, was niet echt een duidelijke fout. Dorissen, 1-1. Defensive. Wel een diepe, gemist. Rebound, offensive tip in. Ja, in ieder geval Kenny Brussen. Here we go, United. Defense! Defense!
krijgen in plaats van Leicester mensen. En de bal van United inderdaad zo weten. We hebben een schuurschot op de ontbreking. Vertel nog eens. Ik vertel dat de Club Hammonds in plaats van de kitchen als het echt proper moet zijn. Laat je horen! 17-11. Ja, die gaat even rust krijgen. Dus met de hoofd op de beest. Drijvige man bij de uitloop hier. Geen ruimte geven, dat is nu al minder fijn en helder, waardoor hij de 1 tegen 1 kan pakken. En nu wordt hij dan foutief afgestopt. Ja. Acht. Het punt van Lidlse. Vanaf hier leek het misschien zo, maar we vertrouwen op de referees. Klopt, inderdaad. Die er dichterbij stonden. Joris is terug naar de bal. En dan wordt een fout gemaakt op Gizero. De vierde ploegfout van de Helder Suns. Twee shots. Ja. Bij de volgende fout. Jammer dat het ook. Het was nog een zelletje gekomen. Het volgende een nieuw product. Little Stunt. Three points. Spencer Lawson. Defense. Dit is de punten vanavond. Ja, als je hem ruimte geeft. Heel goed in die wedstrijd. Natuurlijk, maar als je hem ruimte geeft, dan vraag je erom dat hij, ja. Dat hij hier zelfs de pannen van de tak schiet. Dat is ongelooflijk. Dorissen die wil dan Chop niet nemen, terwijl hij ook af en toe ruimte krijgt. Dus ik zelf daar wel moeilijk. Offensive? Nee, niet gefloten. Ja, wel shotklok. Ja, shotklok verstreken. Inderdaad. Het was al nipt bij het shot zelf, dus achteraf. Inderdaad, geen twijfel mogelijk. Ondertussen Stan van den Elze die Ben Kovac komt vervangen.
Cliff Hammonds. Ja, dat is een score natuurlijk. Ja. Bal was een daalende lijn. Je tikt dan tegen het bord. Ja, dan weet je dat die score telt. Ondertussen gaat Gorissen rusten. En die wordt vervangen door Thomas van Dijk. 2 points, scoort door Jacques Dizion, 24-13. Toch al 24 punten gemaakt na 8 minuten in dat eerste kwart. Dat is veel. Behoorlijk veel, ja. 1 over 13 van Den Helder. Die vinden de basket zeer moeilijk. En ondertussen, ja. United staat gewoon goed te verdedigen, valt mij op. Ja, United speelt beter. Ja. Dus ondertussen Paul, die de man van de wedstrijd, is de start van de wedstrijd, momenteel bedoel ik, excuses. De man van de van het start van de wedstrijd komt vervangen. Goeie pas, dat is ja, jammer. Als je kutbeweging van de droog. Als ik het zo zie, gaat hier een Helder. Maar dat hebben we nog een keer gezegd, maar ik denk dat een Helder hier vandaag geen partij gaat zijn voor Limburg United. Nu, dat hebben wij ook tegen, na het begin gezegd tegen Joost United. Hier thuis, waar we toch een spannende wedstrijd kregen voor een neutrale toeschouwer. Misschien wel een van de mooiste wedstrijden van het seizoen. Mm-hmm. Voor een neutrale toeschouwer. Ja. Oké, okay. 2. 26-13 geloof. Stam van den Elze. Side. Goeie defense. Geen fout. Goeie help defense. En dan mag Anthony Lambeau gaan rusten. Zijn pass komt in. Gaan naar de Smeese. Heel goed weer de laatste week. Gaan naar de Smeese. Ik krijg ook niet helemaal de kans voor coach Westfalen. Ja, inderdaad, de Swede is tot goed. Ja. Het was nog binnen de tijd, maar geen scoren. De Swede ondertussen, de droog zijn screen. De Swede vindt Cliff Adams. Komt het screen, Desiro. Open shot de droog. Ja, de droog. Ja, zo wordt het hoofd wel heel groot, Robin. 29-13. Ja. Oké, okay, nog eens een score voor Den Helder. Maar United heeft al sprake aan zijn agressieve defense. En dan vond ik de offense automatisch. De Swieze. Defensief staat het gewoon goed. Jawel, dat is ook zo. Malmi mist. Offensive rebound, de Swieze. Is hier al nu een one, jawel! Goed blijven kijken naar de bal. Ja, als je twee mogelijkheden krijgt voor een offensive rebound te pakken, dan kan je dit wel verwachten natuurlijk. Kom op, defense! Defense! Ja, steal, Baldi. Een fout, ja, oké, okay, twee shots opnieuw. Ja, Den Helder verzuipt hier een beetje in Limburg tegen Limburg United. Ja, en ik heb de indruk dat United nog niet op volle sterkte aan het spelen is. Dat ze nog niet op volle pond aan het geven zijn. Nee, inderdaad. Dat is, We zijn alleen iets agressiever aan defense, maar voor de rest. Dat is geen partij voor United. Momenteel met alle niet. Respect voor Den Helder, maar ook kwalitatief. En dan zijn de Limburgers gewoon ook beter aan Robben. Hopen voor de wedstrijd dat verandert in dat tweede kwart, dat Den Helder toch kan dat klopt, wakker maar, worden. Maar van wie moeten we het verwachten? Wie zie je opstaan bij Den Helder? Ik verwacht dat Sam Huurman nog wel eens gaat. Okay, ja, Sam Huurman, Ben Kovac. Ja. Maar om dat gat hier al te fietsen, of bedoel ik te spelen, van 19 punten, dat lijkt me toch een moeilijke opgave. Ondertussen wel shots.
Ja, maar oké, United stond tegen Weert ook heel veel achter. En ze hebben het uiteindelijk ook nog goed kunnen trekken. Nu, we weten wel dat United kwalitatief wel wat voorsprong heeft ten opzichte van de Nederlandse ploegen, denk ik, en deze Sutherland. Ja, dat is zeker weten. Dus dat is ons achterhoofd te houden. En ondertussen, ja, Paul Mourinho en Storm wil interesseren, maar... Zeker, dan eindigt het eerste kwart met een 34-18 tussenstand en de volgende minuten met United. United dat zonder al te veel voor nieuwe combineert. Ja. United inderdaad, de betere ploeg. Ja. Meer valt er weinig over te zeggen. Het is de helder die momenteel sterretjes ziet. Die moet volledig op de middenlijn getrokken worden. Ondertussen gaat hier touw getrokken worden. Het spelletje tijdens de kwarters in. Met hoofdsponsor Jaraco. Die wint. Eraan. Zetten klaar voor. Het is een middenaar met z'n allen. Onze Martijn ziet dat alles goed is. Daar zijn we klaar voor. Met af. 3, 2, 1, go! En de winnaar, ons team rechts van u heeft gezien, dat zijn winnaars van onze Jacob Groenberg. Wel gespeeld door onze dagsponsor vandaag, Jacob. Goedemiddag, als van Jaraco zelf denk ik. Ja, dit is een veronderstelling ook. Jasje aan hebben van Jaraco. Mooi. Nu dat we nog eventjes tijd hebben, Robin, wat zeg je nu als coach van Den Helder zijnde? Het is 34-18. Top momenteel niet. Top niet, nee, inderdaad, maar ik zou de wedstrijd van te maken. De wedstrijd staat hier met 0-0. En op die manier proberen Charles te beperken en eventueel terug te komen. Proberen die hoofden leeg te maken en dat eerste kwart niet van de kleren laten kruipen. En met een frisse mindset aan dat tweede kwart te beginnen. Nu, ik heb de indruk dat er bij de starting 5, waaronder Joris. Van den Elze, Jarik, Brussen, Buurman, dat er wel mensen bij zijn die hier een beetje gewicht in de weegschaal kunnen brengen. Maar op het moment dat die moe zijn en een pijp een beetje uit is, dan loopt Limburg hier over. Ondertussen zien we de mannen waarover we net spraken terug bij Den Helder in de ploeg staan. En we zullen zien of mijn woorden kloppen of niet. Travel? Nee? Ja, ik zou ook zeggen travel, maar je voelt een Jarik Brussen dan. Dat is boven te staan. Dat is Jarik Brussen gedaan, ja. Dat is momenteel de topscorer, denk ik. Bij de NL, de Suns. Heel sterk. De Suisse, de Zero, open shot daar. Little of Benson. En here we go, come on, team fast! Goed naar voren gebleven. Dan Van Nelson opnieuw. Ben Kovac met de ring. En ook fout, ja, jawel. Natuurlijk struggelen over zichzelf van een fout, maar het was totaal geen fout. Totaal geen fout. Goede defense, Ben. Goede defense van Palmi. Ja, een goede defense van Palmi op Ben Kovac. Ja. Kovac, open shot daar, midrange gemist, rebound. Benson, de Swiezen opnieuw, 1 tegen 1 tegen Gorissen. En turnover. Dan moet hij gewoon zelf gaan, zelf naar die ring gaan. Je hebt vertrouwen te maken. Ja. Open shot, nee. Moeilijk shot. Jawel. Moeilijk shot van Van den Elzen, misschien schuin achter de ring. Hij maakt hem, ja. Oké. Okay. En dan is het 34-22. 12 punten. En zo nadert. Ja. Helder, terug een beetje. En opnieuw, ja. Jongens, dat is
sorry, maar dat kan er een beetje bij mij moeilijk in dat United op deze moment gewoon dan Den Helder een beetje laat terugkomen. Ja. Opnieuw. Ja, opnieuw een verhalend verhaal. Misschien fout daar van Leander de Droog. Ja, dat is dan toch, ik zeg, misschien wat ik nu zeg. Hetgene wat ik al zei, het zijn die basisspelers weer van Den Helder, die dan zeker wel wat gewicht in de schaal te brengen hebben. En als dan Limburg United niet met zijn sterkste spelers of met zijn sterkhouder speelt, dan krijgt Den Helder een kansje om terug in die wedstrijd te komen. Hè? Inderdaad, ja. Jorissen. Nu natuurlijk, als Limburg United zelfs weer roteert, zal het wel weer een ander verhaal zijn. Ondertussen een moeilijk en een geforceerd shot van Jorissen. Brengt niks bij momenteel, dat shot. Benson. Is hier, oh, daar. De fout was gefloten voor. Inderdaad, de poging, inderdaad. Ja, over de scheidsrechters van vandaag valt weinig te vertellen. Ze doen zeer goed een job. Aan de uitgang. Zoeken naar Benson. 5 seconden. Oh, Palmi dan naar de ring. Pas naar. Die is hier al gemist. Offensive rebound. Ja, ja. Ik denk van deze man zelf. Hij moet hebben. Brengt Ben Kovac de bal op. Een big guy. Big guy. Zoals het niet de point guard die daar de bal op brengt. Jorissen. Ben Kovac krijgt een screen daar. Jaren Brussen. Dik foutje, ja. Stam van den Helder. Was zeker een fout van Palmias. Ondertussen scoren, ja. Den Helder. Buurman. 36-24. Buurman die toch ook meer en meer in de wedstrijd komt. Ja, je mag die man ook niet te veel vertrouwen gaan geven inderdaad. Nu. Je mist daar. Casey Benson. En ondertussen staat Delayeu wel klaar om op te komen. En een foutje floot ondertussen. Ja, Jonas Delayeu kunnen ze momenteel wel gebruiken. Dat gaat goed in de wedstrijd. Ja. Wissel. Wilson uitstekend in de wedstrijd. Ik heb ook aan deze rode rap. Delayeu en Nelson. Maar ja, inderdaad. Wilson uitstekend in de wedstrijd. Dat is 12 punten gemaakt. Dat is toch hebben. Belangrijk aandeel in de voorsprong. Kijk, 12 punten vanaf en dan staat 24-24. Ja, hier, Jari Brussel opnieuw wordt gemist. Too easy. Ja, ja. Easy basket, en die mist hij dan. Nonchalant. Aanvallen. En daar komen Cliff Hammonds en Spencer Littleson. Ze maken zich klaar om in te vallen. Ja. En dan gaat het waarschijnlijk een heel ander verhaaltje worden hier. Dus de kans van Den Helder om terug binnen de 10 punten te komen misschien wel verjoint. Want Limburg United staat erop met een deel van hun sterkhouders terug. Littleson en Hammonds zijn de jongens die goed in die wedstrijd zaten. Dus ja, het kan weer wat gevaarlijker worden voor de Helder. Mist Kovac. En nu opletten geblazen. Littleson. Jawel, Littleson. Dat de sterkhouder bij een uitgespeeld dat een ander verhaal is. Hier een fout op Villeneuve van Uurman. Rietje. Uurman die ook nog gaat zitten. Daar was het geval op de Kovac. Dada. En van Oostrup. Ik denk hem aflossen. En hier we go. Ja.
Sterke pas. Dorissen. Van Oostrum. Ja, die stopt dan met dribbelen. Travel. Travel. Terwijl Jubel daar de offensive foul. Was het een travel? Ik zou zeggen van die ah ja, dat is juist zijn stappen. Val op. Ja, hij zal het wel gezien hebben. Mooi dan. Gemist. Dat is dan een gekke pas daar. Gekke, moeilijke pas. Ja. En dan doet dan als je op die moment je daar begint op het veld, dan moet je maar floatertje binnenleggen misschien. Dat ben ik ook, ja. Je bent niet bij, dan is het moeilijk om die loppaas te geven hier op Middelstad. Hij is ook wel de man van United vandaag. En dan nu. Een great jumper. En defense. Het ene foutje voelt daarop van de rug. Dat is zijn tweede. Is het Van der Elzen die mag inwerpen. Inderdaad. Dan zien we ook Anthony Lambeau klaarstaan en ik gok dat dat voor Verre van der Hooydonk gaat zijn. Airball van de Helden. Of hij nog aangeraakt of niet, geen idee, volgens de refs niet. Ja, Lambeau. Ja, dat is een wissel. Van der Hooydonk de kleving. Hopelijk meer geluk en de vorige keer dat hij nog inballen. Wilson for three again. De mist, rebound Lambeau, easy. Ja, dat is een Slijmouw. Ja, Slijmouw komt uit de Nelder. Die ploeg ziet sterretjes hier tegen Limburg United. Hubo Limburg United. Zoals je al zei, ja, United speelt. Ze zijn koud als nu en dan komt het gemakkelijk. Dan kunnen ze uitkomen, dan kunnen ze het spel spelen. Ja, sorry, deze wedstrijd is naar mijn mening gespeeld. De beste spelers terug het veld opbrengen dat het niveau verschil zo groot is. Voor Helder, mag ik zo niet zeggen, onmogelijk. Ik weet hoe het basketbal natuurlijk. Maar als United zo blijft spelen, als een Helder zo blijft spelen, dan zeker niet een waarom dat een Helder zou terugkomen of waarom dat United het uit handen zou geven. Riddelsen, die heel goed bij schotten vandaag. Ja, dat ook niet laten gebeuren natuurlijk. En defense! Elze. Nog 7 seconden. Mismatch daar onderin. Met Elze voor 3. En dat kan. Dan voor weer tempo maken. Heel Riddelsen. Oh, Cliff Hammonds had 3-4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 
alleen op het eiland. Ja. En die mag je die ruimte ook niet geven, want Hennen, dat zij. Als zij vrij staat, krijgt, dan schiet hij die bal en het is een zeer goede shot. Hier nu weer gebeuren, dan gooi je helemaal vrij.
Brussels Athens Open. Hij shot nu niet. Dat maar Adi Lambo. Weer open. Goeie drive wel eerst van Spencer Littleton, ja, die de zee openmaakt daar. Maar ja, wat maar dat gaat veel te gemakkelijk voor United. Nino Goossen, dan wordt dat geblokt. En dan scoort hij uiteindelijk toch. Dat is voor United veel te gemakkelijk om die ruimte te vinden. Ja, dat is nu die opnieuw opgevallen. Littleton. Weg. En defense. Ja, je ziet gewoon het niveauverschil. Ja, je ziet inderdaad het niveauverschil. Limburg United tweede in de stand. Den Heldersens tiende, als ik me niet vergis. Ja, dat zie je duidelijk terug op het veld, op het parket hier, Robin. Daar is geen discussie over zelfs. Ondertussen was er een fout van Nelson. Jarek Brussen die de eerste vrijwoord op kan omzetten. Van, wat zeg je dan, ja? Als ik dit zie, dan moet je aan details werken. Moet je proberen misschien al naar de volgende wedstrijden die niet meer zoveel te doen hebben, denk ik dan misschien. Maar misschien toch nog wat bij te schaven, wat verbetering in te brengen. Misschien wat jeugd laten spelen, jeugdkansen grijpen, jeugdvertrouwen geven. Om dan zo het seizoen met een positieve noot te eindigen. En daarna verder te werken naar het volgend seizoen. Veel meer valt daar niet over te zeggen. Heel veel fouten hebben gesproken, dat denk ik wel dat United die goldmaker om hier in die top te kunnen spelen. Ze hebben tegen de standen bewezen dat ze kunnen. Ook deze Silver League zie je ook wel. Het kwaliteitsverschil als United geconcentreerd genoeg is. Ja, inderdaad. Wat niet altijd het geval geweest is, zouden we als Piro Charleroi de Silver League gaat winnen. Volledig verdiend. Wel, United ook niet best op die eerste plaats. Zeker niet. Maar hier en daar een steekje meer laten vallen en dan, ja, dan wordt het moeilijk. Middleton. Middleton. Mist. En defense. Jarek Brussen. Met je boog. Ja, fout gemaakt van De Lajeu. En hoe evalueren we dan misschien de bijdrage van de Nederlandse ploegen in deze competitie, de Be Next? Ik denk dat voor de Nederlandse ploegen is dat een uitstekende zaak. Ja, sowieso. Zij werken aan een, met alle respect, niveau wat omhoog te krikken. Budgetair voor de mannen uit Nederland. Ja. Maar in het algemeen mag ik toch besluiten dat de Belgische ploegen, zoals verwacht misschien wel, de bovenhand namen over heel de competitie, wat logisch is. Nelson. Mooie pas. Ah, moeilijk.
moeilijk inderdaad, wel goed gelezen. Uit, ja, inderdaad. Was moeilijk. Maar als die paas beter was, was dat een hele mooie alley-oop geweest. Rosse. Ja. Ja, die maakt zijn punten wel, die Rosse. Maar het mag niet zijn, denk ik, vandaag voor Den Helder. Ja, 17 punten nog altijd een punt. Het verschil, sorry. Hier nog eens Lambo. Hammond. Ja, ja. Dus de eerste helft met een 2-5-32 tussenstand. 20 punten voorsprong voor United. United dat stond nog altijd op fout. En dan zijn wij benieuwd als wij als United in de tussenstand of de voorsprong nog kan behouden aan. Eventueel kan dat grote die tweede helft. Ik denk dat wel. Als ik zie dat het Helder en United vandaag spelen. Maar dat is stof voor die tweede helft. En dan zien we jullie zo meteen terug voor de tweede helft. Tot zo. Tot zo.
dames en heren supporters, over een goede twee minuten starten we weer met het tweede deel van de wedstrijd. Quarter 3 en quarter 4. En we proberen de plaats rustig te vinden nemen. Want we vliegen er meteen terug in vanaf de eerste seconde van quarter 3. 52, 32, 20 punten. Alles is nog mogelijk, dus concentratie nodig. Ook ons team, 6 man, brengen aan het wijkspelen in de Overberg. Met 6 tegen 5 in deze wedstrijd. Dan weet wat het schema is voor Hugo Limerick United. Dus na volgend weekend kennen we de nieuwe thuiswedstrijden voor het derde gedeelte van de competitie. One minute to go. Beste luisteraars, we zijn weer terug hier vanuit Alberberg in Hasselt voor de tweede helft tussen Limburg United tegen Helder Sut. 52-32 tussenstand. Limburg United in de eerste helft. Misschien krijgen we in de tweede helft meer weerstand van de Helder. Laat ons hopen van wel, het zou goed zijn voor de wedstrijd, voor de neutrale toeschouwers. Natuurlijk voor de United supporters op deze wedstrijd. Perfect. Defense. En het wordt dus terug begonnen voor de tweede helft. Ondertussen gefloten, fout van Limburg United. Van Casey Benson. Inderdaad. Zijn tweede. Dan ligt op de eerste ploegfout binnen de 5 seconden daar met United. In dat derde kwart. Scoren, jawel. Scoren. Van der Elzen. Van der Elzen. Klopt. Ja, klopt. Zes van de laatste jaren. Make some noise. Van hier voor 3. Jawel. En Jonas Delle voor 3 punten. 3 boys. Jonas Delle. Voor 3. Everybody, John Defense. Defense. Specialiteit. Dat is 3-punt shotten. Inderdaad. Dat is 3. Nelsen. Fade away. Moeilijk shot. Passeer shot. Inderdaad. Moeilijk openingen. Moeilijke keuzes. Benson, die gaat ze niet opnieuw. Op de roll, de 0, fout. Goed gezien van Spencer Nielsen. Ja. De man van de wedstrijd voor United momenteel. Top in de eerste helft. Goede fout uitgelokt daar van Desiro. Ja, inderdaad. Yannick Desiro, heel sterk naar de ring gaat. Of zich wegdraait voor zijn verdediger. Ondertussen schiet Janneke er onze eerste vrijwel op, een excuses.
hij dat ook doen met zijn tweede. Nee, komt eruit. En dan defense. Defense. Je mist, Brussen. Oké, dan is het je tweede bal, Rambo. Ja, natuurlijk. Yannick Dezio, good one. Dat kan een paar punten niet maken. Steel. Oké. Hansen. Ja, makkelijk steel daar. Man daar, dat is Ben Kovac, bij de ring. Er was eerder al een foutje gemaakt van Spencer Wills. Ja, dat zou ik ook zeggen. Niet gefloten, maar dan wel een tweede instantie. Anthony Lambeau, denk ik. Nee. Wat is het? Desiro. Het is Desiro. Ja, het is Desiro. Goed, 61-36. Veel verschil gaat deze vrijwoord niet maken. Met Kovac, hier is gemist. Dort. Hier wel opgezet. United, come on. Everybody. Met. Pas de Lajeur, 1-1. Pas de Spencer Littleson, 2. Shotje, Ja, ook die omlaag op Van Helden, dat is Buurman zijn vierde fout. Ja, dat is dan maar juist begonnen en dat was het derde kwart. Dat is, die zien we niet zo snel terug momenteel, denk ik dan. Nee. Door hier fouten zien we momenteel de Buurman aan de bank gaan. Dat gaat een tijdje duren voor de druk op. Dat is een rebound. Oké, okay, yes, it is number 13. Kunnen scoren, daar heeft hij vertrouwen. Ja, Dizero speelt sterk op die ring tegen Jaren Russen. Ja, ook wel duelspanning met hout, duels op kracht. Van Oostrum, jumpshot. Rijk, oké. Spencer Littleson momenteel. 1-1. Fout, jawel. Fout van Ben Kovac. Zijn er weer een fout van Ben Kovac. Vier ploegfouten bij de Helder. Dat wil zeggen, bij elke fout dat United naar die vrijwoord kan, daar had ik eigenlijk wel een lijnfoutje zien van Villeneuve. Zij zijn er niet opletten was. Zij voet zit op de lijn bij het inwerpen. Ja, het valt er ook op de Helder. Dat geen thuis maken in de tweede helft. United, had je zo speelt rond het liefst met de problemen. Ja, had je gespeeld. Ik wil liever geen pas wachten. Nee, ik niet. Bijna 30 punten. Er moet niet veel over gezegd worden. Nee, maar er zijn geen mensen bij Den Helder die dit nog gaan omkantelen in 15 minuten.
foul. Nieuwe offensive foul. Ja, ze kregen het. Ja. Ze kregen niks klaar op. Blijf bij mijn gedachten, blijf bij mijn horen. Je kan het vroeg, te vroeg vinden, maar nee. Ik zie hier niemand bij Den Helder in staat om hier het United druk te maken hier in Alphenberg. En hebben we niet eens de dat United doorspeelt, dus nee, sorry. Middelsen, jawel! Okay. Jongens, heeft de... Sorry Robin, Spens Middelsen, van die spelers die van de een op andere moment, als ze er één keer vallen, de drie punten blijven binnen schieten. Jump shot. Nee, de helder heeft dat niet te doen. Alles lukt. Maar mijn woorden zijn nog niet koud. En ik zeg dat een helder zo'n speler niet de ploeg heeft. Nee, inderdaad. Vandaag nog niet. De 13 punten stop op het bocht. Maar dat is zelfs meer. 31 punten. Nee. Helder gaat Heel op dit moment. En dan zou ik ook wel zeggen. Nee. Dat is een massacre voor een helder. Sorry, maar die 13 punten houdt het niet mee op. En een fout. Ja, natuurlijk, een fout is Spencer Wilson. Twee shots, die zal hem ook wel opzetten, zeker. Ja, hoe hij in die wedstrijd zit. Daar komt houden dan. Dat heel veel door United. Dat zijn ook een uitstekende Dylan hierbij. Ja, uitstekende Dylan inderdaad. De Groot ook mooie rebounds, ja. Mooie scores gemaakt. Maar de man die bij ons misschien, of mij toch al sinds het meest opvalt, is Spencer Middelsen. Ja, ja, mij ook. Dat is een zeer sterke wedstrijd. Dat is een van de sterkste wedstrijden dat ik van hem de laatste tijd gezien heb. En 2 points, Spencer Middelsen. Als wat nog niks is. Dat heb ik al vaak gezegd dit seizoen, als hij de eerste drie punten op scores maakt, ja, dan wordt het een zware avond natuurlijk voor de tegenstander. Dat is geen twijfel bij, ondertussen de Suize. Weer een nobeurt gehad, net als het niet is. En jawel, en Lambo staat nog klaar, die kan niet. Ik mist hem. Ik kan er gelukkig nog om lachen. Ja, maar dat hoort er dan precies ook bij het nonchalant. Ja. Wat daar Lambo naar boven kwam, dan... Je hoopt het nog als er thuis te komen dat Lambo die ballen zo de ring trekt. Hè. Ik ben daar alleen verder. Ja. Dat is mijn opinie in ieder geval. Lambo dacht er duidelijk anders over. Maar buiten dat, ja, Lambo is ook een van de sterke houders geweest in het seizoen. Ja, maar net voor de bekerfinale was hij super goed. We hebben het hoort ook wel tot een van de betere spelers in België. Ja, ja, ja. We hebben het hier over een misleep, we hebben een 30 punten kloof. Maar, hoe vaak hebben wij al een leep gemist? Hè? Lambo hier is weg in United en het seizoen dat je misschien heel anders zijn. Ja, inderdaad. Ja, ja. Zeker een van de sterke houders geweest. Ik kan er gelukkig zelf op lachen. Zeker weten. Goal down for three. Europa, 3 points, nummer 11, Leander de Dulk. En dan denk ik dat United hier vandaag die 100 punten wel op het bord krijgt. En dan fout van Lambo. Ja. Middelsen. Middelsen. Derde kwart, Robert is nog niet gespeeld. Ja, deze wedstrijd gaat meer dan 100 punten krijgen van de thuisploeg. Dus, voor mijn mening, een feit. Is
voorlopig nog geen feit, maar het is een kwestie van tijd. Het gaat wat gemakkelijk en wat mij opvalt is die hij er direct voor duwen. Daar ik knap op hetzelfde gaat. En daar gaan we! Ja, je kan eigenlijk wel zeggen dat zonder al te veel doorduwen een helder heeft op weggespeeld. Die fout van Lambeau, ja, die die fout die opnieuw twee vrijworpen op, maar ik ben eens benieuwd. Nee, Lambeau zit weer de fout niet naar schoon. Die heeft hij dan net allebei gemaakt. Ik had verwacht dat Lambeau meer fout. Ja, kom, misschien dat hij zijn weer zijn eerste minuut in de helft. Ja, misschien wel. Wat we daar doen. Zijn om basketbal te spelen hier in Hasselt. En gewoon pass en shoot. Alles buiten de driepuntlijn. Zo gaan ze er zeker niet geraken. Zo gaan ze toch niet terug geraken. Natuurlijk, ja, die motivatie bij die jongens. Ja. Zal ook wel zoek zijn hier. En, ja, best mooi van Dorissen. Ook een screen komen. Chips op de Lutte, jawel. Thank you.
wel. Contested. Ja, ja, met het bocht. Kun je niet tellen vallen dan, hè, als je blijft shotten. Ja, en de Suisse die toch duidelijk ontschoot van de rivier, want ik zou zeggen, laat het los, Jan, speel verder. Die alle wedstrijden zijn hetzelfde, die alle dagen zijn hetzelfde. Hij sluit toch af met een goede 2 punten op het einde. Dus twee dagen, ja. Team player. Ik zie hem er klaar zijn, Martijn Lubas. Daar gaan we, tel af. 3, 2, 1, go! En we gaan nog een stoutje trekken hier. En daar ben je wel. De jongens winnen van de meisjes. Easy win voor de guys. Easy win. We zijn binnen onze Jaco Koenigberg. En ons Jaco spel tijdens deze pauze tussen kwart en 3 en kwart en 4. Verschil 86-53. Olympische gedachten. Ja. Maar winnen is veel plezanter als het verliezen. Veel plezanter, ja. Ik denk dat ze dat hier. Maar kennen ook wel. Alle kinderen die worden ook uitgenodigd. En deel te nemen aan de tegenwedstrijd. Tegen het huis van de toekomst. Alle nieuwe therapieën straks af bij de cheerleaders en levens in de volgende wedstrijd van Hugo Limerick-Genaritz. Na de wedstrijd kun je de tekeningen afhalen van onze cheerleaders. En die gaan ze netjes inkleuren voor de volgende wedstrijd van Hugo Limerick-Genaritz inzetten. En zo kunnen wij deelnemen aan onze Hugo Limerick-Genaritz tekenwedstrijd. Dat hij weer zijn wedstrijd speelt. Ja, twee mooie driepunters gemaakt. Een paar mooie drives. Goede defense gespeeld. En ja, punten als het hier nog is. Ja. Dat is een jongen die elke week 20 punten gaat maken. Nee, maar het jaar ervoor misschien constanter, als ik het zo mag zeggen. Ja. Maar ik wil... Ja, jongen, ik denk dat een vestje moeilijker is dan het eerste jaar. En ik denk wel volgend jaar dat ja, ik denk het ook... Dat hij een stap voorwaarts gaat gezet hebben. Het is ook een jonge speler. Hij ja. Moet niet op zijn kap zitten. Met een moeilijke seizoen heeft gekend. Of ja, moeilijk, ja, jawel. Niet zo constant als het jaar ervoor, maar tegen zijn standaard niet. Jammer het hoog van vorig jaar zal wel terugkomen. Misschien zelfs beter als over, als ervoor. Hij heeft het potentieel. Heeft het zeker potentieel. Ja. Ik denk dat Jonas zullen nu ja, ook enkele goede jaren gaan vervatten. Ja. Kijk, is goed dat Tullen nu het staat. Ja, dat is eigenlijk wel een dus. Ja, ik wou
zag ook wel dat die andere doel een parcours zal afleggen. Op termijn zal hij er wel staan, alleen de band zijn die heel goed gaat dragen. Op termijn zie ik inderdaad wel een potentiële strijkhouder worden hier in Limburg. Ja, je al die wat tijd. De Suize punt, de Suize 1 tegen 1, ja, leven. Alright! Ik ben de 47 punten is de achterstand. Dat kan. 37, sorry. Dat kan toch al tellen. En de Suize. Here we go, draw! Dat hebben we een beetje te weinig gezien. Als de droge 1 tegen 1 gaat, ja, stoppen maar eens. Hè. Hij is fysiek zo sterk eigenlijk. Heel goed, hele goede help defense. Ja, goede defense daar van nooit dan stoppen gewoon met 1 beweging. Ja, weer in de sneeuw. De Suize is mee. Mooi, met die nummer 2, Verre van der Hoijdon. Here we go, everybody. Come on, defense. Defense. Dubbel teaming daar. Ja, een shot misschien. Nee, slechte paas, moeilijk. Inderdaad. 6 seconden. Ja, dat is... En op plek 100, 94,53. Kan overwerken met z'n allen. 94,55. Ja, dat is wel een stevig pak. Foutje verloten. Oké, 2 shots. Gewisseld bij Limburg United. Bal nu naar de kant. En dan bal nu weer af. Jan Bremens, 16, van Stokia Spanje. United 94,57. Op naar 100. En dat is ook niet meer zo'n verkeerde vraag. Gaat United met die 100 punten? Mooi. Nummer 9, Jonas Berger. 96. Come on, team. Heel de kort valt mij op. Belgisch, Robin. Vanuit de academie alle. Gespeeld. Nu vandaag. Met nog enkele tussenstapjes. Als ik benieuwd is een kleur en dan dus gezeten. En dan nu toch een uurtok. En wel op 100 punten komen. United. Hallo. Ja, Jonas Berger. En 100 punten. 162. En Kovac opnieuw gemist. Verre met de ruimte. Het hoofd, nee, afgestopt.
Zullen die komen? Ja. Hier de fout ook van Delaney. Ja. En de man die de 100ste punt van Jonas Delaney. Van nummer 13, Jannik Dizzelen. Nee, Den Helder zijn dat van ons. Come on, defense! Die man die al een tijdje op de bank zit. 12 minuten. Spelers die het goed doen, maar deze wedstrijd is al lang bepaald. Robert, deze wedstrijd is gespeeld. Ja, ik had een pakje dat zeggen. Als onze Nederlandse vrienden dat zeggen. Ik doe dat zo inderdaad. Van de Nijlsen nog eens. Nee, je mist, ja. Die zijn eerste maakt. Ja. Ja. Dus nu misschien drie punten. Nee. Gaat opnieuw naar die ring. Oké, okay, travel. Dan van de Hooydonk. Oké, okay. Nummer 2, Ver van de Hooydonk. Right of points. Come on, everybody. Defense. Ik vraag me af waarom dat hij met één hand blijft shotten.
Jarek Brussen. Waar we gespeeld. Deze jong, nummer 13, 163. Come on, everybody. Defense. Defense. Ja, jongens, ga zo terug naar die helden met de score. Nee, maar hadden ze weer verwacht hier? Weet je ook niks? Misschien wel, want ze zien dat de jongens goed doen. Ja, maar no offense, maar Joost heeft volgens mij meer. Heel veel respect voor onze jongens op het rij. Jammer voor hun. Je hebt een power, guys. Wel weer, dat siert de tegenstander ook weer door helder. Ze proberen, ze blijven proberen. Ik kan alleen maar mijn grootste respect betuigen. Delen met de tegenstander van vandaag. Ondanks een zware afstraffing toch alles heeft gegeven. Het niveauverschil was voor de jongens van Helden gewoon te groot. Ook dat is toch wel. Kom maar, we gaan ze rechts aan met z'n allen. Everybody, kom! Onze jongens is aan moeder, hè? Onze jongens, Willis, je kan schrijven als de coach. Hier in de Alphenberg, hier nog eens op de banken, dus voor de staan. Ja. Sfeer, verzekerd hier, laatste thuisdag van de Turk United. Limburg United, 2 seconden, 136. Here's our two winners, that's what you are. Thanks, guys.
Al onze wedstrijden in de gaten, want daar vind je na de volgende wedstrijd, de laatste wedstrijd in de...